Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de Twente Rander. Welkom bij het politieke praatprogramma van Twente Rand. Politiek is politiek en je maakt voor jezelf een afweging. Wat speelt er? En waarom wordt juist deze beslissing genomen? Ik kijk er wel met een goed gevoel op terug. Van je tijd is het oorlog. Actueel, met ruimte voor debat. Als je bij pagina 2 bent, dan is het geld als een beetje op, denk ik. En dan is de stamper de beste optie. Wie gaat met de eerste strijk? Praat mee tijdens de uitzending van Politieke Stem op Delta FM. Is dit een reden om te stoppen met de coalitie? Uw reactie is meer dan welkom. Goedenavond. Kijkers, en normaal gesproken zeg ik altijd, en luisteraars, en dan doe ik op Delta FM. Sorry, luisteraars, vanavond, maar ik kan het wel tegen u zeggen, maar u hoort het toch niet. We hebben geen radio-uitzending. De man die verantwoordelijk is voor de radio-uitzending is helaas niet beschikbaar vanavond. Dus we hebben alleen maar een televisie-uitzending. Maar dat is zeker een belangrijk onderdeel van onze uitzendingen, de televisie. Want dan kunt u de mensen en de gasten in de ogen kijken. En ik kijk mijn gasten nu ook in de ogen. En naast mij aan mijn rechterhand Gerjan Smelt, fractievoorzitter van de ChristenUnie. En iets verder weg, maar ook rechts, Marcus Elsinga van de grootste partij gemeentebelangen Twente Rand. Heren, hartelijk welkom en fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Goedenavond. En dat geldt ook voor de kijkers. Zeker. Gerjan, ondanks dat er, zoals door jullie regelmatig wordt verwoord, sprake is van een constructieve samenwerking binnen de coalitie, is het natuurlijk getalsmatig zo dat de wil van GBT wet is als het daarop aan zou komen. Is dat besef bij de ChristenUnie-fractie aanwezig en hou je daar bewust of onbewust ook rekening mee? Ik hou er totaal geen rekening mee. De getalsmatigheid speelt voor mij althans een enkele rol. We zijn nu een tijdje onderweg en ik denk dat ik wel mag zeggen dat als wij kijken naar de zaken die wij moeten doen in het coalitieakkoord, dat het inderdaad constructief is, dat we op basis van gelijkwaardigheid kunnen werken, dat het GBT ons die ruimte ook geeft. En het contact met mijn collega, fractievoorzitter Marcus Elsinga, heel goed is. Direct weer elkaar makkelijk te vinden. Dingen die spelen, we overleggen makkelijk. Dus in dat opzicht speelt voor mij die getalsmatigheid geen enkele rol. Voor mij gaat het om kwaliteit. En we hebben een ambitie uitgesproken in de coalitie. Ja, wij wisten dat het GBT heel groot was, maar we hebben samen een afspraak gemaakt waarin we proberen voor Twente Rand de goede dingen te doen. En of je nou met 3 zit of met 12, de intentie waarmee je voor Twente Rand bestuurt maakt, voor mij althans als fractievoorzitter van de ChristenUnie, niets uit. Ja, dus in jouw beleving is het ondenkbaar dat er een situatie zou kunnen ontstaan die zou op dit moment zou kunnen leiden tot het klappen van de coalitie. Nou, er is nu geen sprake van, dus ik wil het niet insinueren dat die er komt, want ik wil graag 4 jaar... constructief met GBT in deze samenwerking het coalitieakkoord uitvoeren. Want er zijn waardevolle en mooie dingen die we graag gerealiseerd zien. Ja, maar dus we zijn helemaal niet naar op zoek. Nee, dat begrijp ik. En dat hebben jullie ook keurig verwoord. En ik wil ook hier de suggestie zeker niet wekken dat het geval is. Maar programmatisch zijn er wel behoorlijke verschillen tussen gemeentebelangen Twente Rand en de ChristenUnie. Nou, als dat behoorlijke verschillen waren, hadden we geen coalitie kunnen vormen. Nee, dus maar kan wel, hè? Je kan een coalitieakkoord, daar kan je dus afspraken. Niet met 2 partijen, Chris. Dat lukt je dan niet met 2 partijen. Je maakt afspraken over heel veel dingen waar je het over eens bent. Wat belangrijk is voor Twente Rand, dat hebben we gedaan. En ik denk als wij wat verder kijken, dat er heel veel dingen zijn waar we in ieder geval tot een goede oplossing kunnen komen, ook met het GBT. Ja, maar het is toch zo, Gerjan, dat er ook in het coalitieakkoord bewust zaken niet zijn benoemd, omdat daar, en dat weten jullie van tevoren, verschillend over wordt gedacht. Nee, en die worden dan niet opgenomen in het coalitieakkoord. Dat ben ik niet met je eens, want toen we over het coalitieakkoord spraken, heb je die vraag ook al gesteld. Maar we hebben gekeken naar wat goed is en waar we een akkoord met elkaar over konden maken, die bestuurlijk goed zou zijn, die een goed evenwicht kon geven. En als je doelt op zondag, ik heb toen ook al uitgelegd, dingen die daar rondom spelen, die liggen ook wel verschillend in mijn partij. Dat kun je ook niet ontkennen. En daar hebben we met elkaar afspraken over gemaakt, dat er dan een hoofdelijke verantwoordelijkheid ligt per individu raadslid. Dat geldt net zo goed voor de partij van Marcus, want daar zitten ook heel veel verschillen. Ja. In zijn partij zitten misschien nog wel meer verschillen dan bij mij. Ja, nee, heeft hij niet wel talsmatig meer verschillen? Ik heb het nu
direct met jou hierover, maar hetzelfde geldt, daar heb je gelijk in, voor gemeentebelangen Twenterand. Ik denk dat voor hem een grotere uitdaging is dan in deze samenwerking. Ik denk dat in zijn fractie dat voor hem moeilijker is te sturen dan tussen ons twee als fractievoorzitters binnen de coalitie. Daar kom ik straks nog even op terug. Okay. Wat er aan de hand is, of hoe moeilijk het is om alle kikkers in een kruiwagen te houden. En als, je er 11 in hebt, dan wordt dat best wat lastig. Ja. Nou, ik ben blij dat jullie er zo constructief en positief, want ik neem aan, Marcus, dat dat voor jou geldt, of heb je nog iets toe te voegen? Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks toe te voegen. Ik heb ook al gezegd, van, het heeft mij ook niet als een onderhandeling gevoeld. Nee. Je kunt ook de verschillen opzoeken en het heel groot maken. Het is net even hoe je erin steekt. Nou, dat hebben wij niet gedaan. Nee. Dus, oké. Vanaf 2015 heeft het Rijk de transitie binnen het sociaal domein, zeg maar, over de schutting gegooid, gekregen door het Rijk, met een zak of een zakje geld daarbij. De praktijk is dat alle gemeenten, of bijna alle gemeenten, met dat geld niet uit kunnen. Mm-hmm. Dus er zijn grote financiële problemen binnen het sociaal domein. En ook Twenterand heeft daarmee te maken. En de verschillen tussen de gemeentes zijn er wel. Maar Twenterand heeft er behoorlijk last van, om het zomaar eens te zeggen. Mede daarom hebben jullie ook een historisch besluit moeten nemen wat betreft de OZB-opbrengstverhoging. Mm-hmm. Het argument was op dat moment, we moeten dit tekort dekken, het sociaal domein, en dat is de reden dat de OZB-opbrengstverhoging met 25% is verhoogd en de komende jaren nog met 5% wordt verhoogd. Zo staat het wel in de meerjarenbegroting opgenomen. Klopt. En natuurlijk kan je daar weer over gaan praten, maar zo staat het op dit moment op papier. Mm-hmm. En jullie hebben dat ook gesteund, dat voorstel van het college. Waar ik het met jullie nu over zou willen hebben is, er wordt gesproken over mogelijke aanpassingen. Mm-hmm. Het Rijk heeft het voornemen om 390 miljoen te besteden voor de gemeentes die tekortkomen op de jeugdhulp. En ik geloof ook nog een aantal tranches daarna van 190 miljoen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het zijn wel eenmalige gelden. Het is nog geen structurele oplossing. Wethouder Mark Paters twitterde daarover dat hij uiteraard blij is met het geld wat er mogelijk aan zit te komen. Maar dat hij de vlag nog niet uithangt, want er moet een structurele oplossing gevonden worden. Stel nou eens dat we een structurele oplossing krijgen, waardoor de tekorten in het sociaal domein opgelost worden. Mm-hmm. En mogelijk wel met terugwerkende kracht. Dan valt het argument voor de OZB-opbrengstverhoging in principe weg. Mm-hmm. Zijn jullie dan als coalitie bereid om daar nog eens een keer over na te denken? En die vraag leg ik dan eerst even bij Marcus neer en dan bij jou. Ik denk dat mijn vraag duidelijk is. Ja. Ja. Nadenken wil ik altijd. Ja, nou ja, maar ja, wel met de bedoeling, als het argument wegvalt. Ja. Kijk, er was ongeveer 1,5 miljoen tekort. En daarvan is 4,5 ton uit de begroting zelf gevonden, laat ik maar zeggen, door het links en rechts te schrappen. En toen bleef er nog 1 miljoen over. En dat is door die opbrengstverhoging, wat in de begroting geraamd was op 25%, om tot dat bedrag te komen, is dan doorgevoerd om dat te dekken. Dus het is niet het volledige bedrag. Dat geeft eigenlijk ook al aan dat je met dat bedrag nog niet eens alles gedekt hebt. We hebben nog een aantal andere dingen natuurlijk die spelen, want zoals je terecht zei, het gaat om het sociaal domein. Daar zit dus niet alleen de jeugdhulp in, want daar krijg je nu geld voor. Wat nog steeds natuurlijk ook een open einde is, is wel die WMO-begeleiding. Want daar zit ook nog een forse onderscheiding of overschrijding in. En wat daar de voorspellingen van zijn, die zijn niet geweldig, want we vergrijzen. Dus er zijn meer mensen die gaan er zometeen gebruik van maken.
Dus daarom worden nu plannen bedacht om op het voorveld steeds meer te doen, zodat je dat voorkomt. Maar dat vergrijzen, mensen ouder worden, dat is landelijk gewoon bepaald. Dat is overal zo. Ja. Dus ja, je weet even niet hoe die... Nee, maar je weet even niet hoe dat bij elkaar, want het sociaal domein is dus een geheel, uitpakt. Bijvoorbeeld, we hebben nu, ik noem maar de huishoudelijke hulp, dat is geïndexeerd naar de lonen die vakbonden hebben gelijk gekregen. Dus dat is gewoon, moest ook weer tonnen bij. En dat soort dingen krijg je iedere keer wel melding van en daar word je ook allemaal weer niet vrolijk van. Dus je hebt al heel snel weer zoiets van, het raakt ook alweer heel snel op. En ook die zorggelden, want we praten voor mij over 16 miljoen of zo in totaal. Ja. Kijk. Dat moet elk jaar geïndexeerd worden met een procent. Dus elk jaar moet er weer 1 tot 1,5 miljoen ook weer bij, hè, wat niet gedekt is. Dus ik heb eigenlijk niet zo een overzicht van, stel dat dat gaat gebeuren. We weten niet hoeveel geld we krijgen. Nee. Het is denk ik wel erkend dat Twente al meer moet hebben. Hè, maar ze gaan naar de totale verdeling van het fonds kijken. Op twee zaken gaan ze kijken. Niet alleen sociaal domein, maar ook op andere zaken gaan ze kijken. En de regering wil zoveel mogelijk niet geld bijpassen, maar zoveel mogelijk herverdelen. Want dan komt het eigenlijk op neer, dus je krijgt een verschuiving. En dat geld wat nu komt is ook te weinig. Hè. De bedragen, ik heb ook de wethouder gevraagd van kloppen die bedragen. En die zei, wij weten formeel nog helemaal van niks. Wij hebben ook veel hogere bedragen besproken met de VNG, want paard zit aardig dicht bij het vuur gelukkig. Ja. Van, dit is veel te weinig, dit moet terug. En het is echt hoger wat er nu genoemd wordt. Dat is bijna gewoon jaarlijks het dubbele wat we moeten hebben. En daar zijn we nog lang niet. Dus ik vind het een beetje, maar die dingen die jullie... ik net noem, die kan ik dus niet voorspellen hoe dat uitloopt. Maar het zijn ook allemaal, vallen allemaal in het sociaal domein en we weten daar niet de uitkomst van. En dat vind ik heel moeilijk om nu dan te zeggen meteen van, weet je wat. Kijk, als die kans er is en wij zien dan mogelijkheden toe, nou, dan zullen we vast wel zeggen van, als die nodig is, is het niet nodig. Maar is het dan mogelijk, want ik probeer het toch nog even, is het mogelijk dan een principeuitspraak van jullie te krijgen dat je zegt, nou, stel nou. Want er wordt gesproken over geld. Uh-huh. De hoeveelheid geld is niet bekend. En dat klopt wat Marcus zegt. Ja, ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Maar het principe, als het argument wegvalt... is het dan niet logisch om ook de maatregel terug te draaien? Dat principe, is dat voor jullie bespreekbaar? En wie vraag je dat? Aan mij of aan Marcus? Ja, jij mag er antwoorden en Marcus ook. Ja, maar je kijkt mij aan. Maar als je van Marcus wil horen, dan... Hij zit goed in de flow, vind ik. Ik heb eigenlijk min of meer dat al gezegd. Daar moet je eerst het totaal kijken van de huishoudelijke ondersteuning. En als we daar... want de tekorten... we hebben nu ook maatregelen om door dingen zaken structureel te dekken. Maar als de tekorten op de andere terreinen... helemaal niet zo hoog zijn, maar dat voornamelijk komt het vooral uit de zorg en de hulp. Dus daar zit het hem in. En als dat dan zover is, dan gaan we dat bekijken. En als dat mogelijk is, ik denk dat niemand dat zal laten, die mogelijkheid. En ik denk dat het college zelf wel zo slim zal zijn om het niet te laten. Die zullen zeggen, oké. Maar voorlopig is het nog niet zover. Nee, het is allemaal omdat er heel veel variabelen zijn en ongrijpbaar. De onderhandeling met minister De Jonge door de wethouders, dat gaat wel op een goede manier. He, hoe dat valt, dat weten we niet. Maar een blik op de kaartennota, de voorbereiding voor de kaartennota, brengen ons nog niet in een juiste timing waardoor we deze maatregel op dit moment aan tafel moeten hebben. Voorlopig hebben we nog uitdaging genoeg in Twente Rand, financieel. Ja. En ondanks die 25% verhoging die we hebben doorgevoerd binnen het sociaal domein tekort te dekken, voorzie ik dat we nog een behoorlijke robbertje met de raad moeten vechten over hoe we de gelden naar de begroting brengen om die sluitend te maken. Oké. Nou ja, goed. Ja, meer krijg ik er toch niet uit. Hier, ik heb het geprobeerd. Maar het principe vond ik wel aardig. Kijk eens dat dat niet gelukt is. Oké. Weten jullie iets meer over de mei-circulaire? Die komt altijd in mei. De naam zegt het al. Maar, in juni wordt die gepubliceerd, hoor. Ja, oké. Maar weten jullie daar al wat meer over? En ook weer even teruggrijpen naar dat geld wat we dan... zouden krijgen, en we is dan alle gemeenten, zo zullen we, kan ook zomaar zijn dat het ergens anders weer uit de pot gehaald wordt, zodat het eigenlijk een koekje van eigen deeg is. Jullie dan ook maar even meegeven, want dat is natuurlijk ook een argument wat mee kan spelen in een mogelijke teruggave, zeker. Draaien van de OCD-opbrengst. Dat speelt dus vooral bij die indexeringen van die kosten. Ja. Maar dan zeggen ze even, dan moet ik zelf dan maar regelen. Maar eigenlijk is dat vreemd. Van de ene kant krijg je geld en aan de andere kant mag je dat geld gebruiken om indexeringen weer op te lossen. Ja, dan is het nog lode modijzen.
En dan heb je er niks aan. Ja, maar het gaat in technische zin ook zo dat er eerst een voorjaarsdebat is, hè, in de Kamer. En dat wordt voorbereid. Dan pas komt die circulaire. Die wordt in juni gepubliceerd. En de effecten die worden in de september circulaire pas doorgevoerd. Zodat we die pas naar de begroting kunnen brengen. Dus het traject waarin we zekerheid hebben, duurt zeker nog tot voor ons in ieder geval tot oktober. Ja, en de mei-circulaire is dus eigenlijk een woord wat achterhaald is. Ja, dat wordt in juni circulaire. En voor de publicatie is in juni. Ja. Nou, dus als we kijken naar wanneer wij de kaartennota vaststellen en we nemen de cyclus die we daarvoor nemen, dan laat ik zo zeggen, dan moeten we straks wat doen met een groot ongrijpbare factor. En we moeten straks naar de begroting toe heel veel zekerheid kunnen opbouwen uit de informatie. Ja. En dat doen we grotendeels uit de publicatie juni. Na de september-circulaire toe. Dus dat duurt nog wel even. We hebben een systematiek en samen trap op, trap af. En als de overheid meer uitgeeft, dan krijgt de gemeente ook meer. Nou, nu is het op dit moment gaat het financieel-economisch goed. Dus we krijgen minder geld. Is eerder de verwachting dan meer geld. Ja. Ja. Dus als ze die systematiek nog steeds vasthouden. En ik heb in ieder geval gehoord dat het afgeschaft is. Dus ik heb eerder het vermoeden dat het tekort, dat er minder geld komt dan meer. We gaan het afwachten. Ja. Het is wel belangrijk. Superbelangrijk. Zeker. En zeker dat het Rijk ook over de brug komt. Want het is natuurlijk, met het over de schutting gooien, dat woord wordt vaak gebruikt. En dat heb ik ook net gebruikt. Maar daar hoort natuurlijk wel geld bij. En als de praktijk blijkt dat er te weinig geld is, dat geen enkele gemeente er mee uit kan komen. Mm-hmm. Dan is dat dus niet iets wat Twenterand verkeerd doet. Maar dan is het duidelijk aantoonbaar dat het te weinig geld door het Rijk gefourneerd is. Ja, maar wel belangrijk te vermelden is dat deze twee partijen in de vorige coalitie, dus hebben in de coalitie en GBT in de oppositie, regelmatig ook gezegd hebben, de toenmalige wethouder, je moet dichter op het proces kunnen zitten. Nou, wat we nu, we hebben wel eens een camper uitspraak gedaan, maar we nu zien dat wethouder Paas in ieder geval in de positie biedt VNG, een positie heeft die voor Twenterland op zijn minst niet nadelig is. Nee. Dus hij zit dicht bij het vuur, hij weet veel informatie, hij kan veel brengen. Hij vervult die rol ook, vind ik, voor zover ik het kan beoordelen, goed. Hij is een goede ambassadeur voor de inwoners van Twenterand, laat ik dat ook maar gewoon zeggen. Als het gaat om dit onderdeel, want daar hebben we specifiek over. Dus ik verwacht uiteindelijk dat hij, zoals ik hem ken, maximaal voor Twenterand ophaalt uit die VNG. Ja. Maar ja, dan moeten we ook tevreden zijn met waar die mee terugkomt, want je kunt daar niet op afrekenen. Nee. Goed. Ander onderwerp. Laten we het eens hebben over de windmolens in Twenterand. Die zijn er niet. Nee, maar daar wil ik het met jullie over hebben. Wethouder van Abbema van de ChristenUnie gaf namens de 14 Twentse gemeenten aan dat de plaatsing van windmolenparken of windturbineparken met een hoogte, wat wij dan regelmatig voorbij zien komen, tot wel 235 meter, in geen enkele van deze 14 gemeenten zijn uit te sluiten. Mm-hmm. Dat was de uitspraak van wethouder van Abbema namens de 14 gemeenten. Ja, gekoppeld aan wat? Aan het klimaatakkoord. Juist. Jawel. Ja. Oké. Okay. Dat is nogal een stevige uitspraak, Gean. En die uitspraak is niet in lijn met het verkiezingsprogramma van GBT. Nee, 25 meter geloof ik, hè? GBT zegt 25 meter. Ja. En ja, daar zit ongeveer 200 meter verschil in. Ja. Gewoon een nul eraf aan het eind. Ja. dit onderwerp, ik heb nog even na zitten kijken, staat ook niet vermeld in het coalitieakkoord. Nee. Dat is ook, denk ik, waar ik net in het begin van de uitzending even op doelde, dat hebben jullie bewust, denk ik, er buiten gelaten. Nee, als jullie eroverheen waren geweest, had het erin gestaan. Staat er anders in. We willen de meest duurzame gemeente van Nederland worden. Maar het woord windmolens heb ik nergens in het coalitieakkoord kunnen lezen. Hoeft niet alleen via wind. Nee, oké, maar dat wisten we op voorhand. Dat is niks nieuws, daar denken jullie verschillend over. Maar dat weet ik niet, dat we daar heel verschillend over denken. Over de techniek van wind. Ja, maar in Twenterand, in deze coalitieperiode, waar jij ook onderdeel van uitmaakt, komen hier geen windmolens hoger dan 25 meter. Misschien zijn ze wel te overtuigen. Wie zal het zeggen? We hebben die coalitieakkoord nog niet geregeld. Dus maar dat is heel goed, ik haak er gelijk op in. Marcus. Ja. Krijgen wij windmolens? Klopt het, de uitspraak van wethouder van Abbema, dat het niet uit te sluiten valt dat wij windmolenparken met een hoogte van 2,35 in Twenterand krijgen deze periode? Nou, in deze periode, ik weet niet of dat erbij stond. Nee, ik kan niet tot 2030 of 2050 kijken. Nee, maar de wethouder ook niet. Nee, maar ik denk in deze periode. Maar ze praten ook niet voor deze gemeente, hè? Namens. Juist. En ze noemt dus een andere geen rol, hè? Enkele gemeente is uit te sluiten. Nee, ze had dan kunnen zeggen, ik kan niet voor de andere gemeente spreken, maar
Ik weet in ieder geval, in Twenterand gebeurt het deze periode niet. Kan ze niet, maar ze is in de rol waar ze daar zit en waar ze geïnterviewd is. Is ze geïnterviewd als voorzitter van die commissie en niet als wethouder van Twenterand. Dus, ja, maar ze weet toch dat het hier... Nee, maar dat, ik vind de context waarin die vraagstelling gedaan wordt, vind ik wel belangrijk. Kijk, vanaf mij zelf aan de raad gezegd dat er deze periode geen binnenkomen. Juist. Ja, maar en dus dat miste ik eigenlijk kan, in haar verklaring. Nee, maar dat kan ze toch niet vertellen in die rol. Dan heeft ze toch een andere rol, zo'n andere pet op. Dus ik snap dat je het vraagt, maar voor mij is duidelijk wat wij hebben afgesproken. En voor mij moeten we daar niet te veel woorden aan vuil maken. Ja, maar ik wil er ook niet veel woorden aan. Het viel mij op dat er gezegd wordt, zij sluit geen enkele gemeente uit. In die rol snap ik dat. Ja, terwijl je weet dat Twenterland een uitzondering is. Maar zij zat daar niet voor om namens Twenterland te praten. Ze zat er als voorzitter van die 14 gemeenten. Dus dan krijg je ook een algemeen beeld. Kijk, ik denk dat die Twente, ik weet wel zeker, dat al die gemeenten helemaal allemaal geen windmolen kregen. Of windturbines. Want je hebt Oldenzaal en Dinkeland, die zijn al als beschermd gebied bijvoorbeeld aangewezen. Die krijgen hoe dan ook geen windmolen. Maar je zit ook even met een aantal andere dingen. Nou, vorige week is er ook een bijeenkomst geweest van de energiestrategie. Dat was in Weerslo, daar is ook een fractielid van ons naartoe geweest. En dan vertelde de energiemaatschappijen. Die zeggen gewoon van de tijd en de techniek, zoals die op dit moment is, dat loopt niet synchroon. Ja. Wij kunnen helemaal niet beginnen met windmolens de eerste 7 tot 10 jaar. En ook niet meer zonneparken, daar zetten we nu gewoon een stop op. Want het netwerk kan dat niet aan. Dus we moeten eerst zorgen dat al die andere dingen, hè, er zijn nog meer duurzaamheidsmaatregelen inderdaad, daar kun je ook gewoon mee aan de slag gaan. Maar dat duurt nog echt wel 7 tot 10 jaar, is daar gezegd, voordat je echt weer met grootschalige zonneparken wilt beginnen. En met windmolens, windmolenparken. Maar ze zeggen ook, je moet niet zeggen van tegen alle gemeenten, we hebben 14 gemeenten, nou er zijn er 2 of 3, die kunnen dus niet meedoen dat die beschermd gebied zijn. Je kunt niet zeggen die andere 11, nou je wat, ze hebben het over 39 molens moet je dan plaatsen om maar die hele ambitie te voldoen. Dan doe je de rest niet alleen dat. Mm-hmm. Dan gaan we elke gemeente even verdelen en jullie krijgen zoveel windmolens. Dan zeggen die energiebedrijven ook van, dat is helemaal niet handig, want we hebben liever 2 plekken van 20. En het heeft ook met de lengte van de stroomkabel te maken. Als iedereen zijn eigen 3-4 windmolentje gaat plaatsen, dan moeten allemaal kabels naartoe. Die weg van de kabel naar de energie, want je moet er weer zo'n energiecentrale moet je aanleggen, omdat het weer opgevangen moet worden als het niet waait. Nou, zo kun je doorgaan. Ze zeggen eigenlijk van, er is een plek tussen Hengelo en Enschede, is al aangewezen. En dan zeggen ze, dat is een ideale plek voor ons, ook qua voorziening en energie tot de centrale plaats om daar windmolens te doen. Nou, dat is bijvoorbeeld vorige week is dat gezegd. Maar dit soort dingen worden allemaal in die regionale energietransitie, in die regionale commissie, wordt dat allemaal besproken nog. Dat is ook daar gezegd. Als opties en als mogelijkheden. Want woningcoöperatie van alles zit erbij. En, nou, we zijn benieuwd wat er uitkomt. Inderdaad, het klimaatakkoord. Ik moet eerst maar zien hoe ze er landelijk uitkomen. Want uiteindelijk hè, is het gewoon een wereldprobleem. Nou, we weten allemaal hoe Amerika en China erin staan. Nou, afgelopen week zag ik een half uur van een debat over de Europese verkiezingen. Nou, die zijn het helemaal nog niet eens bij elkaar. Nee. En dan heb je in Nederland, is aan de post hier gezeten. Dus nou, wat zijn we als Twente dan? Of regio Twente. Ja. Maar als je het echt goed wil aanpakken, moet je het echt mondiaal. Dan heeft het effect. Alleen heeft het natuurlijk geen effect. Nee, dan ben je de braafste jongetje van de klas. Daar hebben we wat problemen mee om elkaar te vinden in Europa, bij wijze van spreken. Dat is zo. En, maar dit zou wel een onderwerp eigenlijk moeten zijn waar we elkaar wel in zouden moeten vinden. Maar de belangen gaan natuurlijk over, ook over heel veel geld en over belangen in netwerken, et cetera. Het is wel opmerkelijk dat de firma, dat Shell, die nu nog het fossiele transport van brandstoffen beheert, een groen label heeft, misschien hebben jullie al gezien, de groene Shell. En dat ze het netwerk tussen Brussel en Rotterdam gekocht hebben, Tilene-netwerk, om te testen of geëlektrificeerd waterstof, als een waterstof dan als transportmiddel, met stroom, die opgewekt wordt op zee, of men dat op die manier zeg maar naar de huizen kan brengen. Dat doen ze niet voor niks. Nee, maar ook Shell is niet gek. Hè? En we zijn er met elkaar in Nederland niet uit, want de Google-firma zit in Delfshaven, ook daar. Staat in de Noordzee staat op een olieplatform staat een grote windmolen. He, daar wordt keurig netjes naar land gebracht. Daar zetten ze dat om. En dat gebruiken ze in een grote servernetwerk gebruiken ze dat om schone energie naar binnen te brengen. Omdat die nogal wat gebruiken. Ja, en er zijn best wel pilots. En ik ken er ook een aantal waarvan ze nou, het kan best wel eens die kant op gaan. He, maar als je gaat naar de theorie van Nikola Tesla. Die beste man die gaat uit van dat we helemaal geen netwerk meer hebben met stroomkabels, maar dat dat gewoon via een plus- en een min-aarding gaat, via masten die het overzenden. Ja. En dan loop je met zo'n grote koperen ketting om en dan kun je gewoon stroom geven. Je kunt je gewoon niet voorstellen, maar er is een test gedaan met een woning, waar ze op die manier met 150 watt elementen aan de wand hangen. En
eigenlijk geen stroomkabel nodig zijn, maar wel energie leveren. Wij weten het nog niet, en we kunnen ons met ons normale verstand nog niet bedenken wat er nog komt. Maar men pioniert er weer af. Ja, daar wordt, dat Shell natuurlijk op zoek is naar een andere bron van inkomsten, omdat de fossiele brandstof opraakt, is natuurlijk duidelijk. Want ze moeten die mensen aan het werk houden. Ja, ja dat is duidelijk. En de vraag is ook niet of moeder aarde het overleeft. De vraag is of de mensheid het overleeft. Ja. En dus daar is men naast op zoek van hoe kunnen we dat voorzieningsniveau op een goede manier naar de woningen brengen. Goed. Ander onderwerp. Windmolens hebben we gehad. Ja? In ieder geval, ze komen er in deze periode niet, Marcus. Dat klopt. En dat is... Ik denk dat er wel windmolens komen, maar in Twenterand is maar de vraag. Maar ik spreek over Twenterand. Oh. En dat is geen vraag, dat is een zekerheid. Ja. Deze maar kijk, toen wij in 2006 als GWT begonnen... Daar leg ik me dan weer neer, dat je dat zo zeker weet. Nee, ik weet dat niet zeker. Ja, ik kijk mijn gast aan, GWT. Jij concludeert het. Ja, maar omdat ik zie zijn lichaamstaal. Oh, zegt hij? Die komen er niet. Nee, daar kijk ik dan niet naar. In 2006, toen wij begonnen als partij, toen waren we tegen elke vorm van de windmolen. Nu staat er eentje van 25 meter. En ik kan niet jaren in de toekomst kijken. Alleen, zoals nu in de coalitieperiode, is dit het. En ik kan niet zeggen hoe de situatie in 2027 of 2030 is. Inderdaad, er zijn veel ontwikkelingen. Maar het is in onze fractie, maar in de partij valt het... ik moet het nog zien wanneer zij om zijn. Goed. Zorgcowboys en charlatans. Laten we het daar eens over hebben. Mm. Dat is ook een heikel punt. Zeker. De afgelopen tijd is er nogal wat te doen geweest over dit soort bureaus. Zowel politiek, maar zeker ook in de media. Is er over de aanbesteding van de zorgverlening bij deze bureaus wel wat aan de hand geweest. Hoewel twee gemeenten, Almelo en Hof van Twente, zich hierin toch iets anders opstellen dan de samen 14. Mm-hmm. Dus in feite kunnen we spreken over de samen 12. Maar goed, die twee hebben een andere afslag genomen. Ja, op bepaalde onderdelen. Op bepaalde onderwerpen, onderdelen, dat klopt. Die twee willen vooraf controleren. En wij de andere 12 controleren achteraf. Mm-hmm. En dat is ook een uitspraak van het college geweest op de beantwoording van de vragen die de PVV heeft gesteld. Een aantal weken geleden was een gokverslaging van een eigenaar van een zorgbureau geen reden voor de 12 om te zeggen we verbreken de contracten met dat bureau. En nu lezen we weer... het uitlenen van geld aan familie of aan bekenden, en dan spreek ik over zorggeld, ook geen reden is om de waarschuwende vinger of de mensen op het matje te roepen. Mm-hmm. Begrijpen de mensen binnen de gemeente dit nog wel? Gejan, dit valt toch bijna niet uit te leggen? Of zie ik het helemaal verkeerd? Nou, je ziet het, ik denk zoals je het nu benadert, dat je dat goed ziet. Hè? Maar wat ik niet kan, is precies achter de voordeur kijken ook van die zorgbureaus. Dus dat gaat mij ook te ver. Ik weet wel dat er een aantal mensen ook onderzoek hebben gedaan, waaronder Pieter Tops. Die heeft een boek geschreven over de achterkant van de samenleving. En dat gaat over ondermijning. En ik denk dat we in het geheel mogen stellen, gelezen hebbende dat in het rapport staat, dat via dit platform er helaas nog wel witwaspraktijken zijn. En we hebben met elkaar, denk ik, niet voldoende grip. En met elkaar is ook bestuurlijk niet voldoende grip op datgene wat die bureaus allemaal doen. Dat daar problemen zijn, die zijn er. We hebben ook vandaag, of gisteren was dat geloof ik, gelezen dat in Twenterand de bureaus waar wij mee werken, dat het daar gelukkig nog meer valt. Hè? Die publicatie is geweest, maar het neemt niet weg dat er in het geheel... Ja, laten we eerlijk zijn, waar rook is vuur. En ze vallen ook bij bosjes om, ze gaan er zomaar weer vuur. Dus dat het geen stabiel orgaan is, dat onderken ik direct. Maar ik heb te weinig kennis om dat te verwachten. Geen oplossing. Nee. Ik concludeer dat er een probleem is. Ja, absoluut. Niet bij elk bureau. Dus de goede moeten niet onder de kwade gerangschikt worden. Maar het is bijna niet uit te leggen. Nee. Want het is gemeenschapsgeld. Ja. We hebben een groot probleem in de zorg. En aan de andere kant speelt men mooi weer met ons geld. Ja. Dat is... Maar ons geld is veel breder dan Twenterand. Ja, en dus moet daar ook breder op in zijn. Dus hoe meer
tegenwicht daar komt en tegengeluid daar komt, hoe beter het is. Want onkruid moet je verdelgen, maar dan moet je wel, massaal doen. Maar we zijn al met z'n 14 of met z'n 12, hè? Dus ja? We doen het al breedschalig. Ja, zeker. Maar Nederland is groter dan die 14 gemeentes. Hè? Het, jawel. Laten we eerlijk zijn, het houdt niet op bij de grens van Twente, het houdt niet op bij de grens van Almelo. Ze vertellen elkaar hoe ze doen. Maar die godverslaving was toch een bureau in Twente? Ja, maar ik geef aan dat we in Nederland over heel Nederland een probleem hebben aan de achterkant van Twente. Met dezelfde type bureaus. Ja. Kijk, ik wil ze niet allemaal over in kamp scheren. Kijk, er is natuurlijk door de oude commissie, hè, dat is een financieel-technische commissie die naar de jaarstukken kreeg. En daar is al best wel pittig over gediscussieerd. En is ook in de raad geweest, zelfs een verklaring vorig jaar juli nog geweest. En het jaar daarvoor ook al van, worden die zorgprestaties nou daadwerkelijk geleverd? We hebben bijvoorbeeld genoemd hè, van de woningcoöperatie met die Maserati, in hoeverre is daar controle op? Nou, toen zei ze, ja, dan moet al die stukken allemaal opvragen. Dat zijn allemaal jaarrekeningen. Ze zitten in Amsterdam. Ze zitten in Utrecht, maar ze zitten ook in Almelo. Dus dat krijg je allemaal. Het is heel moeilijk om te controleren. Wil je dat doen, zeggen ze, dan kan dat. Dan moet er een soort van een bureau opzetten die gespecialiseerd is in wet en regelgeving en in dit soort zaken. Maar daar moet je voor betalen. En dan moet je zeggen, dan gaan we eens kijken wat we eruit halen. Nu heeft Bonnen dat trouwens laatst gedaan. Die hebben gewoon inzet gepleegd. Maar er is in de auditcommissie ook wel eens voorgesteld. Kunnen we niet iemand aanstellen die alles gewoon even een keer gaat doorploegen? Maar dan moet je weer overeenstemming hebben met die andere gemeentes. Dus in de gemeente Twente is je best wel over gepraat van, kijk, daar is nou naar, van klopt het allemaal wel? Want ook al zou maar 5% mis zijn van die 16 miljoen, dan weet je wat het op jaarbasis al is. Ja. Nou, ik weet niet of het nu 5% is, maar daar ligt het wel akelig dichtbij. Maar ja, elke 100.000 is erin. Dus dat het nu in één keer plotseling is en vragen opstelt, is natuurlijk altijd al geweest. Alleen ze hebben nu dus een nieuw barrièremodel, die is net een half jaar in werking. En de vraag is dat barrièremodel voldoende? Ja. Alleen het lastige blijft natuurlijk wel dat lenen, volgens mij heeft elke organisatie, of het nou om subsidies gaat, om zorggeld of weet ik wat, volgens mij kun je die niet, als je een lening uitzet, verbieden lijkt me wettechnisch niet mogelijk. Ja, maar je gaat met het gemeenschapsgeld wel risico lopen. Want uitlenen is een extra risico. De gemeentes hebben het betaald voor zorg. Ja. Mm. En als nou iemand zijn lening niet kan terugbetalen. Maar als dan wettechnisch geld voor minder zorg. Maar als dat volgens de wet gewoon kan, wat wil je er dan aan doen dan? Dan moet je er wat aan doen en dan geef je de aandacht aan. Dat is ook al in de Tweede Kamer. Dat zou je dan moeten verbieden. Ja. Dan moet je in de voorwaarden opstellen. Alleen de vraag is, persoonlijk graag willen. Ik denk dat dinsdag het iedereen wel graag wil. Ja. Iedereen maar is het mogelijk? Ja. En als het mogelijk is, mag het voor mij doorgaan. Ja. Maar ik vermoed, ik denk, omdat het overal speelt, dat het dus op de een of andere manier niet kan. Nee, maar om daarachter te komen, moet je jurisprudentie opbouwen. Hè? Want dat is dan ook belangrijk. Dus dan moet er naar rechtszaken voor gevoerd worden. Zodat jurisprudentie kan helpen met problemen in de toekomst. Dus er is nog te weinig juridisch kader. Voor zover ik vernomen heb, om dat goed aan te pakken. Ja. Nou, zeg maar goed, het is wel een probleem. Het is een probleem en de politiek gaat ermee aan de slag. Ja, wij hebben dat debat wat de PVV heeft aangevraagd in die zin ook gesteund van het weekend. Ja. Dus we hebben ook gezegd van het is goed dat er een motie voor komt. En, met ons betreft gaan we er met elkaar over in gesprek. Ja. Voor mij hebben jullie ook een goed. De conclusie van de... En dat doen we nog even net voor de onderbreking. De conclusie van de 8 samenwerkende rekenkamers is duidelijk over de veiligheidsregio Twente. De informatie die de veiligheidsregio Twente deelt richting de raadsleden is te complex. En daardoor zijn deze raadsleden, en ik neem aan dat jullie je daar ook onder scharen, of jullie zijn boven... modaal, in dit geval. Oh, maar dan hoor ik het wel. Modaliteit. Ja. Maar daardoor zijn deze raadsleden niet in staat een kritische blik te werpen op het beleid van de ERT, van de VRT. Dat stond in het rapport van de rekenkamer. Vandaar dat ik het eventjes voorlees. Marcus, jij hebt een motie vreemd aangekondigd. Ja. En opvallend dat je dat aankondigde via een Twitterbericht. Maar dat is ook duidelijk. Dat kan. Ik denk dat pakt de media dat wel op. En dat is gebeurd. Daar is de sociale media ook voor. Ja. Je kan er heel veel in kwijt. En ik zie dan liever een aankondiging van een motie vreemd dan vaak veel rioolachtige andere geluiden op sociaal media. Je had het ook over dat de gemeente
100.000 euro per jaar extra gaat kosten, de veiligheidsregio. Dat heb ik niet terug kunnen vinden, maar kan je ons daarover iets meer vertellen? Nou, we hebben dus afgerond een ton, dat is precies 95.000 euro. Vorig jaar hebben we ook al 92.000 en een beetje bijgelegd. Daarvoor kregen we 2.000 terug en daarvoor hebben we ook weer wat betaald. Het is de tijd een beetje zo'n open einde financiering te worden, waarbij de kosten steeds maar oplopen. Er wordt steeds maar geknikt als er weer een bijdrage komt. En wij hadden op een gegeven moment, toen wij de aanbiedingsbrief kregen van de regio Twente, en dat is al een week of drie geleden. Dus wij zaten al voor dat rapport, wilden wij die motie al indienen. Alleen het kwam natuurlijk wel mooi uit nu, dat rapport. Die door de 8 andere gemeenten zijn aangezwengeld om dat te onderzoeken. En wij vonden altijd al van, hoe zit dat nu? Want waar betaal je nu eigenlijk voor? Dat wordt wel allemaal leuk omschreven, maar is dat nou ook verplicht? Moeten wij daar nou verplicht aan meedoen? Of is het gewoon dat er een aantal gemeenten daar belang bij hebben, omdat ze groter zijn, ja, ik noem maar even wat. En hebben wij er als Twente dan helemaal niets aan? Het is, ik vond toen ik het las en ook in de fractie zeiden van, ja, we kunnen elke keer geld erachteraan gooien, maar we willen gewoon eens een keer weten waar dat nou precies voor is. Nou, daar hebben we vragen over gesteld, want het stond als raadsbrief op het aanmeldformulier. We waren te laat voor een debat. Toen hebben we gezegd, nou, dan moet dan maar een motie vreemd. Nou, tussendoor kwam de burgemeester van de Hof van Twente. Nou, daar heb ik ook contact mee gehad. Nou, die had precies hetzelfde als wij. Die heeft ook vragen uitgezet. Ze heeft ook mij beloofd van, als ik die antwoorden allemaal krijg, dan krijg je dat ook van mij. En dan gaat, ik heb gezegd, mag je ook naar de burgemeester van Twente sturen. En zij meteen op de hoogte wat de reactie daarop is. Ik zeg maar, dat rekenkamerrapport, dat geeft eigenlijk alleen maar aan een extra bevestiging. Want daar stond ook dat de financiële risico's niet helemaal duidelijk zijn. Daar stond dat ook nog bij. Het is alleen maar een bevestiging van dat we nu eens een keer moeten zeggen als raad van, wacht eens even, nu moeten we wel even weten van, wat zijn nou de niet-wettelijke taken? Wettelijke taken zijn meestal wel bekend. Wettelijke taken kom je ook niet onderuit. De niet-wettelijke taken. Ja, wat is dat dan? En hoeveel lasten, hoeveel kosten gaan daarmee gemoeid? En willen wij dat als raad? Ja. Want je kunt best wel zeggen als raad van, nou, dan moeten we daarmee. Dat kan, hè. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar we willen nu even zoiets van, bevries het maar even. Even niet. Als signaal ook. En is eens maar wat antwoorden op wat vragen. En ik denk dat die er wel komen, omdat nu het rekenkamerrapport is intussen ook uitgekomen namelijk. En daar moet al actie op ondernomen worden. Dus, maar goed, dat las ik in het rekenkamerrapport eergisteren. Wil jij er nog iets op zeggen? Nee, ik heb kennis genomen van de motie vriend. Die heeft Marcus gedeeld. En wat hij van het college wil. Daar heb ik ook aan hem gezegd. Ik kan niet anders dan daarmee eens zijn. Dus wij zullen die motie sowieso steunen, mede indienen. Maar daar nog niet verder over gaat. Maar ik vind de onderbouwing in de motie voldoende reden om de motie te steunen. En het college daar ook gericht een opdracht mee te geven. Dus prima. Okay. Maar beter als Marcus het uitgelegd heeft, kan ik het niet meer hebben zelf gemaakt. Nee. Ja, ik was zo even een snelle. Ik had hem hier voor me, maar ik heb even meer gelezen. Maar zoals Marcus zegt, zo is het. Ja, er staat maar één onderwerp, geloof ik, op de raadsvergadering 21 mei. En dat is een van de subsidie. Ja, subsidie. Ja. Maar daar komt dan een motie vreemd bij. Twee. Of misschien wel drie. Wij komen waarschijnlijk nog met een motie vreemd. Ja, dat gaat op die afsluitboete voor gas. Ja, er is in een geschillencommissie een uitspraak geweest de afgelopen week. Hebben we heel lang op gewacht. Want we hebben een aantal mensen, die hebben zich bij ons gemeld al een tijdje geleden. Van, die zijn nu afgesloten van glas, maar die moeten nog wel even 650 euro aftikken. We hebben gezegd, dat is geen beloning, dat is een straf. Ja. En dan moet er vanaf. En dat was voor de wethouder vanaf, maar was dat lastig. Hè? De netwerkbeheerder berekent dat, hè? Ja, koolgas. Maar volgende week is er een aandeelhoudersvergadering en ze heeft natuurlijk behoefte, als een raad met een breed gesteunde motie komt van, hey, onze raad die wil dit, dat we dat minderen gaan. Maar er wordt een adviesprijs gegeven door de geschillencommissie van ongeveer 100 euro. Want kijk, als iemand van de koolgas aankomt, hij sluit hem af, dat zijn werkzaamheden, dan mag je gerust geld voor vragen. Dat is ongeveer 100 euro. Of je moet het, als je het echt wilt stimuleren, gratis doen. Ja. Je moet de gemeente een subsidie geven. Dat kan. Dat zou kunnen, Dan zeg je die 100 euro, dat doen we naar ons, dat betalen wij. Dat zou je de duurzaamheidsfonds kunnen doen, bijvoorbeeld. Kijkers en luisteraars, we gaan er even tussenuit. Normaal gesproken doen we dat na een half uurtje, maar het is inmiddels al bijna 40 minuten. Het gaat hard, hè, heren. Ik ben nog maar halverwege, nog niet eens halverwege. Dus, maar goed, de radio zit er niet achter, dus we kunnen desnoods nog een kwartiertje verder gaan, als het interessant is in ieder geval. Kijk, we gaan er even tussenuit en we zijn straks weer bij u terug. En niet met andere gasten, want ik heb u al gezegd, we hebben nog genoeg te bespreken met deze twee coalitiepartners. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de Twenterander.
are still romancing. Somewhere the band is playing and people still are dancing. I know the moon still shines with things that once were dear. Now I scarcely see. How high the moon. There is no moon above where love is far away too. Tell it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, it's where you. You will come to me soon. I'll tell you when I'm still my heart, how high the kijkers, welkom terug. Dit was Big Band 89. Een big band die 30 jaar geleden is opgericht en waarvan ik een van de oprichters ben geweest. En ik mocht 10 jaar lang mijn partijtje daar meeblazen. Zo heeft iedereen zijn hobby. We pakken het gesprek weer op met mijn beide gasten, Gean Smelt en Marcus Elsinga. Want daar zit zeker ook muziek in, heren. Gek op muziek. Politiek is het eigenlijk een vrij rustige periode. We hebben wel genoeg onderwerpen om te bespreken. Maar gezien de agendapunten wachten we eigenlijk allemaal op de kadernota. Mm-hmm. De kadernota, in mijn beleving een van de belangrijkste vergaderingen van een jaar. Want daar geeft het college aan hoe ze denken de begroting voor het komende jaar sluitend te krijgen. Of de, waar ze het geld wat ze over hebben, waar ze dat aan willen gaan besteden. We hebben bij de aantreding van deze coalitie geen kadernota-vergadering gehad. Rechtstreeks wel de begrotingsvergadering uiteraard. Nu hebben we weer, zitten we weer in de cyclus. Mm-hmm. Volgens mij, Gean, heb ik jou al even iets horen noemen voor de pauze, dat je al informatie had over de mogelijke voorstellen in de kadernota. Dus heeft het college, en dat kan hoor, en dat mag misschien wel. Zijn jullie op de hoogte van details van de voorstellen die gedaan worden in de kadernota? Nee, details ben ik nooit van op de hoogte, maar dat is voor ons ook een verrassing. Grote lijnen dan? Kijk, het college moet zich natuurlijk voorbereiden en natuurlijk moeten we met de wethouders in de coalitie sparren over hoe we het ongeveer vormgeven. Dat doe ik met mijn eigen wethouder regelmatig als het om haar portefeuille gaat. En we kijken ook met elkaar naar het coalitieakkoord. Dus dat wij graag willen weten op voorhand hoe daar naar gekeken wordt. En dat wij niet verrast worden. Het mogen duidelijk zijn dat we alvast in deze fase wat informatie moeten hebben. En ons college ook een beetje weg moeten houden met misschien wel met creatief denken. Zo nu en dan moet dat.
En dat is van alle jaren. En dat is in deze coalitie niet anders dan de voorgaande jaren. Zou dat dan eigenlijk niet met alle partijen moeten gaan? Waarom? We hebben toch een coalitieakkoord? Het gaat over een coalitieakkoord. We hebben het over dualisme tegenwoordig. Ja. Waarom zou, en dat moet je ons dan maar uitleggen, waarom zou een coalitiepartij met betrekking tot de kadernota eerder en meer informatie hebben dan een andere partij? Maar daarvoor zit je in de coalitie. Dan is het de beste plek om te zitten. Het is heel simpel. Als je in de oppositie zit, moet je van op je beurt wachten. En als je in de coalitie zit, heb je eerder informatie van, in ieder geval van je eigen wethouder. Nou, daar maken we dan nog gebruik van. Dat heeft nog steeds te maken met de portefeuille, zeg ik, en met het coalitieprogramma. Over andere dingen hoef ik niet meer te weten. Tenzij het, laat ik zo zeggen, de hele raad betreft, dan moet de college daar, dat is een verantwoordelijkheid. Ze zitten voor de hele raad en niet alleen voor ons. Maar we hebben daar wel vaker met het college over gesproken van, wat is dan deze details? Het gaat ook over de invulling van de details in. Wij willen gewoon die ambitie van het coalitieakkoord waarmaken. Daar zit ik met Marcus bovenop. En daar moet het college een beetje meer achter de broek zitten. Dus dat heeft ook te maken met hoe gaat het dan weer landen in de kadernota. En ik praat daarin niets nieuws. Dat is ook wat we gedaan hebben. Want we hebben gewoon gezegd, dit is het coalitieakkoord. En hoe staat het daarmee? Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Wat anders is trouwens, je zei net van kadernota en begroting. En we gaan weer de normale cyclus. Het is nu zo dat er, de begroting, daar moet je sluitend maken. Niet in de kadernota. Nee. Dus de kadernota zal niet sluitend zijn. Nee. En een nieuwe, hoeft niet. Nee, hoeft niet. Nee. Ik verwacht ervan niet. Maar ik denk het ook niet. En dus, maar wat nu wel gebeurt, is dat de oppositie wel meegenomen wordt in de cursus van het is niet sluitend. Ja. Dus die maar voorstellen in. En dan gaan wij ook doen. Of we kunnen samen doen, dat maakt niet uit. Maar wat vinden jullie hoe je hem wel sluitend kunt krijgen? Ja. Dus nu niet alleen van zo en we gaan het doen zo. Nee. Ja. Nu krijgt de oppositie alle gelegenheid om ook zelf de cursus meer te maken die dan landen in de begroting. En dat is een verschil. En we schreven maar één keer een algemene beschouwing. Ja. En dus de kadernota wordt inhoudelijk gewoon heel erg belangrijk. Financieel is wat minder belangrijk. Je mag gerust dingen schrappen of erbij. Maar dan moet je dat natuurlijk wel weer gewoon onderbouwen zoals altijd. Maar de begrotingsvergadering zal ook niet meer smiddags om 3 uur of 4 uur zijn. Dat is gewoon s'avonds om 7 uur. En dat wordt gewoon 1-2 termijnen en dan Maar goed, dat gaat echt anders nu. Maar dat komt ook omdat je nu al een kadernota behandelt. Nee. Dat had je de vorige keer niet, hè? Nee, dat klopt. Maar ik heb al vaker in de vorige coalities ook al gepleit dat de kadernota van een algemene beschouwing voorzien moet worden. En dat ik heb ook deze keer gezegd, ik ga echt geen 2 keer algemene beschouwing maken. Echt onzin. Een werkverschafferij. Dat vind ik jammer. We gaan kijken op visie en we gaan kijken op inhoud. En dan doen we inhoud financieel bij de begroting. En visie zetten we weg in de kadernota. Ja, ik weet niet of de oppositiepartijen er ook zo over denken. Die hadden misschien ook wel wat voorinformatie willen hebben over de kadernota. Ja, je moet niet groter maken dan het is. Hè. Ik denk dat de kadernota, op het moment dat daar in ieder geval wat opgeschreven wordt, dat de oppositiepartijen, die weten het snel genoeg. En wij krijgen het document tegelijkertijd. Maar we hebben gewoon aangegeven. Ik heb in die zin, misschien de grootste partij nog wel meer, maar ik heb in die zin niet extra informatie op dit moment wat voor de oppositie interessant is. Kijk, ga je dan bijvoorbeeld aangeven, noem eens een voorbeeld. Ja, maar dan wil de oppositie natuurlijk altijd zelf wel die conclusie trekken of het interessant is of niet. Hè? Ja. Dat kan jij natuurlijk voor de oppositiepartijen eigenlijk niet doen, toch? Maar dat doe ik toch ook niet? Nee, je zegt het. Maar om gewoon een voorbeeld te geven. De ChristenUnie is met die kernbudgetten gekomen. Nou, dat is gewoon van, hoe gaat dat nu en komt dat ervan en dat soort dingen. En wij hebben gekeken van, we hebben nog even benadrukt in de begroting, komt er nou een subsidiejager, een fonds. Nou, dat soort dingen geef je dan mee en dan moeten zij het daarna uitwerken. En dan zien we wel wat de consequenties dan zijn. Okay. En de BOA's die door de burgemeester al jarenlang zijn voorgesteld en de raad roept ook altijd om handhaving, coalitie op oppositie. Ja, nu moet je beginnen ook om op kuit geven. Maar hoeveel is er dan precies, dat moet je nog even afwachten. Maar onder de BOA's was natuurlijk wel een heel erg politiek ding van met name SGP en PVV. Ja. Dus die moeten dan wel kleuren kennen. Ja. Ook al kost dat straks geld. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan. Ja. Jullie zijn het, daar hebben we het aan het begin van het programma al over gehad. Jullie zijn het op een groot aantal onderdelen met elkaar eens. En gelukkig maar, want anders dan hebben we voortdurend heibel in de tent. Ja. En daar zit niemand op te wachten. En toch zag ik, en daar was ik aangenaam verrast over een aantal onderwerpen. De erventransitie noem ik met name. Mm-hmm. En de controle. En de uitbreiding van de subsidies waar binnen niet direct gecontroleerd wordt, verschillen
ten opzichte van GBT. Mm-hmm. Vanuit de ChristenUnie-gedachte. Mm-hmm. Ja? De GBT hield zich gedijst, om het zo maar eens te zeggen. Heeft ervoor gekozen, en ik hoor van Marcus dadelijk wel of dat bewust gebeurd is of niet, om in eerste termijn niet in te spreken. Maar GBT heeft zowel in de erventransitie als het onderwerp subsidies wel gesproken in eerste termijn. En heeft voorstellen gedaan om het collegevoorstel in ieder geval wat aan te passen. Mm-hmm. Met de erventransities is dat niet gebeurd, niet gelukt, laat ik het zo zeggen. Ja, wat er gaat gebeuren met de subsidies, dat weet ik niet. Want dat wordt dinsdag in de Raad besproken. Maar volgens mij was er een voorstel, ik weet niet helemaal of dat van de ChristenUnie kwam, maar om het bedrag waar binnen niet meer gecontroleerd wordt, terug te brengen tot 5000 euro. Mm-hmm. Dat kwam van de ChristenUnie vandaan, dacht ik. Maar of het werd in ieder geval gesteund, mm-hmm, door de ChristenUnie. Mm-hmm. Mogen we zoiets verwachten van de ChristenUnie komende dinsdag? Of zullen jullie een motie die daar ingediend wordt dan steunen? Wij hebben, of althans de woordvoerder Carla Hilbrink heeft aangegeven, nadat het CDA daar een punt van maakte, dat de wethouder moest uitleggen in hoeverre er sprake zou zijn van een groter risico wanneer die 10.000 euro grens er zou zijn. En zij heeft gevraagd, was het dan niet beter geweest om dat op 5.000 te doen in kleine stapjes? Daar heeft de wethouder op zijn manier op gereageerd. We hebben er in de fractie over gesproken. We hebben gezegd, oké, het antwoord van de wethouder is voldoende voor ons. Okay. Zonder dat we daar een politiek instrument van maken. Maar komt een oppositiepartij, het CDA, die daar een groter punt van maakte. Moeten ze overigens ook doen hoor, in de oppositie. Dan zullen we zien wat de inhoud van de tekst is. En dan kijken we dan wel wat we daarmee moeten. Maar vooralsnog heeft wethouder Hansen ons prima van een antwoord voorzien. En hebben vertrouwen in dat hij datgene wat hij ook voor ogen heeft, dat hij dat keurig uitvoert en we controleren hem wel achteraf. Ja. Zo hoort het ook. Dus we maken daar niet een grote punt van dat we het even aangetipt hebben. En, dat is prima toch? Dan komt automatisch naar boven drijven natuurlijk de uitdrukking: vertrouwen is goed, maar controleren is beter. Ja, inderdaad, controleert achteraf, dat weet je. Dus dat doen wij ook. Ja, dat is wel erg makkelijk, Gerjan. Ik heb in dit geval aangegeven waarom we dit zo doen. Het heeft ook geen zin om dat hier aan tafel politieker te maken dan het politiek is. Nee, ik maak het niet politiek. Nee, ik zeg dat. Ja. Niet politieker te maken dan het nu is. Want politieker maken is dat je een maatregel treft en een politiek instrument inzet. Dat doen wij niet. Daar hebben we niet voor gekozen. We hebben een akkoord bevonden wat de wethouder ons heeft verteld. Okay. En dat het vertrouwen krijgt. Marcus, jij hebt dus, ik denk bewust, je niet bemoeid in de eerste termijn. Maar in de tweede termijn heb je heel duidelijk aangegeven, wij steunen het collegevoorstel. Nou, ik heb namens de fractie wat in het coalitieakkoord stond. Als je vertrouwen wil krijgen, moet je het eerst geven. En dit is nou zo'n instrument waar je het heel goed kunt. Kijk, wij zijn ook voor controle op subsidies, jazeker. Maar het gaat hier om 2003 euro van de Oranje Vereniging. We hebben het hier over de dorpsraden die gewoon een vast bedrag per inwoner krijgen. En moet die mensen nou vragen om die vergaderingen die ze in diverse gebouwen houden, om dat allemaal te verantwoorden en die facturen? Ik ben al lang blij dat die dorpsraden zo fanatiek zijn. We hebben het over de 4 mei-comitees. Voor kranslegging en weet ik allemaal. Ik heb zoiets van, daar gaat het dus om. Hè? Dat soort dingen. En de gehandicapten, de sporten, voor paardrijden en zo is er. Ik hoef er allemaal niet. Ik heb de lijst opgevraagd. Ja. Er is bijna geen bedrag die aan het zien komt. De hoogte is 7.800. En er is ook nog warme maaltijdvoorziening voor mensen die het moeilijk kunnen betalen, geloof ik. Nou, dat mogen ze van mij ook hebben. Maar het belangrijke is dat je het aan de voorkant goed doet. En wat altijd gebeurt door de gemeente is, stel je hebt altijd 2000 of 2500 euro gehad en je vraagt er in één keer 4 aan, dan krijg je meteen een telefoontje. Hoe kan dat nou dat je nu in één keer, dat gebeurt aan de voorkant. Ja. Nou, dat is goed. Maar ja, dat voorbeeld wat bijvoorbeeld van de natuurreis weer uitgelegd, ik snap er wel een beetje met de curling toe te maken. Het is ook de bedoeling dat je wat ook sneller moet kunnen schakelen als college soms. Dat je van het plafond is bereikt, jammer dan, je pech gaat. Maar daar willen we ook een beetje van. Nou ja, je moet wel die flexibiliteit. Maar dan begrijp ik eruit dat als het CDA, dat noem je, met een motie zou komen, dat die door de coalitie niet gesteund wordt. Nee, ik heb gezegd, ik ga naar de inhoud kijken. Ja. Maar, ik weet op basis van het antwoord, als dat niet wees, anders in het antwoord, dan zal ik hem niet steunen. Nee. Maar dan laat ik het mijn vraag anders stellen. Dan ga ik ervan uit dat de meerderheid van de raad die motie niet steunt. Nee, daar ga ik ook vanuit. Daar ga ik ook vanuit. Dan zijn we er. GBT-fractie bestaat uit 12 personen, Marcus.
En vroeger hebben ze tegen mij wel eens gezegd, en dat is een gevleugelde uitspraak, ik wens je veel personeel. Ik weet niet of je dat die uitspraak... Zeg ze tegen me ook regelmatig. Jij hebt dus 11 fractieleden die je moet aansturen. En daaronder heb je er een paar zitten die al wat eelt op hun ziel hebben. Ik noem daar even 2 van. Er zijn er meer hoor. Dat is, dan moet ik eventjes nadenken. Frank Stolten, die heeft wat ervaring opgedaan. En Gerjan, ik kan er niet Albert omheen. Albert Engels. Ja, Albert Engels. Ik weet wel, maar ik had op mijn lijstje staan en je weet donders goed dat ik dat ga noemen. Ja, zeker. Gerrit Laarman hoort daar ook bij. En dat is dus een kikker in de kruiwagen. Die, en ook Frank, die weet hoe ze moeten springen. Laat ik het maar zo zeggen. Eruit springen bedoel je? Ja, ook. Oh. Ja. Ja. Bij mij. Maar je kan ook omhoog springen. Oh, okay. Maar dit is geen makkelijke taak, Marcus. Om alle kikkers in die kruiwagen te houden. En voor de nieuwe raadsleden denk ik dat het nog meevalt. Want ze zijn nieuw, ze zijn nog kneedbaar. Maar die twee zijn... kneedbaar? Nee, denk ik niet. Maar toch slaag je er tot op heden in. En natuurlijk weten we ook allemaal dat er wel eens wat gebeurd is met een van die twee, waar we veel mensen ineens vragend keken van wat gebeurt er nu. Ja. Maar ja, dat kan je dus krijgen. Maar hoe slaag jij erin om naar buiten toe als één partij op te kunnen blijven treden? Want dat doe je tot op heden. Ja. Goed. Het kan zomaar natuurlijk anders gaan. Alleen wat ik gewoon doe is er veel tijd en energie in steken. En ik wil dat in inwoners en ik wil dat in mijn fractie. Heb ik ook regelmatig tegen Gerjan gezegd. Ja, klopt. Dus wat er nu bijvoorbeeld ook kwam over die vertrouwenscommissie, de voorzitter. Nou, ik ben zo druk met dit soort dingen allemaal. En Gerjan heeft daar ervaring in. Dus ik heb zoiets van, daar mag mijn deur voorbij gaan. En het is ook niet echt iets waar ik zo op zit te wachten. Ik heb er geen belangstelling voor, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het wel interessant om het proces van de zijlijn, hoewel ik gewoon lid ben van een vertrouwenscommissie, om dat te volgen. Ik wil eens kijken hoe dat gaat. Alleen, ik ben wel blij met zijn ervaring, want hij heeft de meeste ervaring in de vertrouwenscommissie. En er komt toch best wel wat bij kijken. Dus ik heb een paar vergaderingen meegemaakt. Je merkt dat gewoon. Ik had er niet aan gedacht, sommige dingen. En dat is gewoon belangrijk dat je iemand hebt die dat wel weet, met ook ondersteuning van de raadsgriffier erbij. Ja. Dus ik steek daar, en dat meen ik serieus, veel tijd in. Er is veel onderling contact. Ik bel ook op als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen wel goed gaan, maar dat is ook belangrijk. En we hebben gewoon een afspraak van de meerderheid in de fractie, mocht er een heikel punt komen, die beslist gewoon. En daar gaan we gewoon achter staan. Ja. Zo hebben we onze wethouders gekozen. Dat is ook gewoon met stemming gegaan, met briefjes, want er waren natuurlijk meerdere kandidaten. En daar accepteren wij. En zo doen we dat. Dat is wat we met de afspraak hebben. En ik hoop dat we daar ons allemaal aan gaan houden. Daar ga ik vanuit. Ik heb geen signalen van dat het niet zo is. Natuurlijk gaat het over sommige onderwerpen best wel eens scherp. Over de erventransitie. Ja, wordt wel eens anders gedacht. Maar ja, wat is nou het belang? Ruimtelijke kwaliteit willen we. Moet je willen dat een oude schuur afgebroken wordt en precies dezelfde weer teruggekomen? Is dat erventransitie? Nee, dat is eigenlijk geen erventransitie. Ja. Want je geeft iemand gewoon een nieuwe schuur. Ja, dus daar zit je dan wel naar te kijken. En die erventransitie was voor ons ook meer een doorkijk op... er komt nu een economisch vitaal plattelandsnota. Die maakt Werode van Abbema. Heel belangrijk, onder andere daarin de biodiversiteit, maar ook het buitengebied. Nou, je weet hoe GBT daarover denkt, over het buitengebied. Je weet hoe ChristenUnie daarover denkt. Daar zit ook nog wel wat minder speling in op sommige gebieden. Maar daar komen we wel uit. Maar ik ben wel zo iemand, ik neem wel een foto samen met een aantal andere mensen in de fractie. Ik ga gesprek met boeren en met mensen die ik goed ken, die wat er vanaf weten. Van wat zouden jullie, hoe zou het platteland voor jullie, het buitengebied, eruit moeten zien? En dat heb ik nu inmiddels ook op papier gezet. Dus ik heb het nu, wordt nog in de fractie besproken. En dat is steeds wat ik doe, het erbij betrekken. Ja. Als we dingen doen, ik leg het gewoon steeds terug naar de fractie. Je zag dat laatst al met een motie van de PVV. Iedereen ging er mee. Ja, ik kan wel ja zeggen. Maar ik moet even wel iedereen bij elkaar hebben en zeggen, wat vinden jullie daarvan? Uh-huh. En toen hebben we gezegd, nee, dat is helemaal geen probleem. Alleen wij hadden toen wel even van, hoort het wel bij dit onderwerp? Want het is een vrij algemeen punt wat je noemt, opleiding erbij betrekken. Maar er geen probleem mee. Alleen ik moet dus uitkijken dat ik niet zomaar voor de muziek uitloop. En dat zelf, ik moet er gewoon even dan op dat moment schorsen en zeggen, nou, wat vinden jullie ervan? En dat is wat er gebeurt.
En die geeft ze veel vertrouwen. Met bijdragers mogen ze eigenlijk gewoon hun gang gaan. Want we zeggen gewoon dit en dit en dit is het waar het naartoe moet. Hoe je verhaal opbouwt, daar vertrouwen we je gewoon in. Maar ja, dan kan het een keer misgaan. Ja. Maar ik heb geen zin om al die bijdragers en meningen allemaal te lezen steeds. Want dan hebben we het daarna wel over. En dan corrigeren we wel achteraf. Ja, daar is over gesproken. Nee, maar dat is ook het vertrouwen geven. En dat vertrouwen krijg je terug. Maar als ik meteen begin met wantrouwen, en dan had je ook een beetje met die subsidies. Dat van ons is niet gebaseerd op wantrouwen. Je moet wel een gezonde dosis wantrouwen hebben. Ja, dat is niet verkeerd. Maar je moet altijd beginnen met vertrouwen. En daar hebben we gezegd in het coalitieakkoord, dat willen wij aan de mensen geven. En dan moet je zelf eerst ook wat doen. Ja. Goed, sterkte met de kikkers in de kruiwagen. Je bent goed op weg. We blijven weer. We zijn nog maar kwart onderweg. Dus, nog drie kwart te gaan. Niet eens, Nee, nog niet eens. We hebben niet eens een jaar erop zitten. Maart 2022 hebben we verkiezingen. De coalitie is in juni begonnen. Want we zijn in juni begonnen. Het is, Dit moet nog juni worden, toch? Jawel, maar de verkiezingen zijn in maart 2022. Ja. En dan wordt ook het GBT afgerekend op hoe ze zich hebben geprofileerd en hoe ze zich hebben verkocht. Ja. En als de bonje in de fractie komt, is dat altijd een slecht teken. Kijk maar naar Baudet op dit moment. Ja. Ja? Ja. Dus, en dat gun ik uiteraard Marcus niet. Maar ik kan me voorstellen dat het best lastig is om zoveel mensen allemaal in je richting op te krijgen. Als het niet met vier mensen lukt in een fractie, laat dan met 12. Maar je moet wel als partij wat belangrijk is, en dat is ook waar fractieleden zich zo lang mee voelen. Je moet wel een beetje bij jezelf blijven. We zijn altijd een beetje een actiegerichte partij. Hè? Dus en dat blijven we ook wel, alleen je hebt nu wel in een andere omgeving. Hè? Je hebt nu wel met elkaar te maken. Maar we hebben wel ook tegen ChristenUnie en GBT tegen elkaar gezegd: als jullie gewoon een punt hebben wat jullie vinden wat belangrijk is, wat echt bij jullie past, dan moet je gewoon weer naar buiten treden. Ja. Dan ga je dat niet overleggen, dat moet je gewoon zelf doen. Nieuwe burgemeester, jongens. Daar wou ik het even over hebben. Gaf het al even aan, het voorzetje gaf je al aan. De procedure is opgestart. En voor de ChristenUnie had de huidige burgemeester in principe best mogen blijven. Heb ik altijd begrepen. En als ik het mis heb, dan hoor ik het wel. Van wie heb je dat begrepen dan? Van jou wel eens. Ja? Ja. Van mij heb ik daarvan gezegd dat ze het prima doet. Maar dat ik me besef dat ze geen kroonbenoemde burgemeester is. Dus dat ze als er een procedure komt, dat ze mee moet doen in de procedure. Ja, dat heb ik altijd gezegd. Jawel, maar ik ben wel tevreden over. Was dat een ander geluid dan GBT? GBT heeft gezegd, nee, voor ons is deze burgemeester. Ze hebben nooit gezegd dat ze slecht zou doen. Mm-hmm. Maar GBT heeft ingezet op een nieuwe burgemeester. Ja, maar dat hebben wij ook wel gedaan. Klopt. Ja, toch in andere bewoordingen. Ja, maar ik kan hier vertellen wat wij vinden. We hebben elkaar besproken. Dus ja, dat is wat anders. Maar we hebben ook tegen het GBT wel gezegd dat voor ons de procedure opgestart dient te worden nadat de coalitie gezetteld is. Dus er is geen enkel misverstand over geweest, hoor. Jij bent weer voorzitter van de Vertrouwenscommissie geworden. Ja. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Het is niet de eerste keer dat Het is weer 10 jaar later, maar Ja, 10 jaar later. Kan je nog herinneren hoe dat ongeveer ging? Als de dag van gisteren. Ja. Ik wil het er niet met je over hebben. Gelukkig. Oké. Maar we begrijpen elkaar. We begrijpen elkaar heel goed. Oké. Er wordt, las ik, heel nadrukkelijk geluisterd naar de inwoners, de verenigingen, organisaties, bedrijven en andere direct betrokkenen. Ja. Ik lees het op, want zo stond het ook in het persbericht. Ja. En via een uitgebreide enquête wordt men gevraagd naar hun mening. Mm-hmm. Ik citeer jou, Gerjan. Mm-hmm. Het is belangrijk om de mening te kennen van de inwoners en alle direct betrokkenen. Want uiteindelijk gaat het om hun burgemeester. Mm-hmm. Zijn de uitkomsten van deze enquête leidend? En doet de commissie dus niets meer en minder dan de uitkomsten uitwerken tot een profielschets die volledig recht doet aan de wensen van de geënquêteerden? En hoe kunnen deze mensen dit dan controleren? Nou, de profielschets is altijd openbaar. Dus uiteindelijk kunnen ze dat zonder meer controleren. Maar laat ik beginnen bij de procedure. We hebben in het coalitieakkoord opgeschreven dat we de burgers en bedrijven willen betrekken bij deze procedure. Ja. Dat is één. Gelukkig zijn andere partijen op dezelfde manier dat met ons eens. Hè? Wij kiezen voor de Ik Praat Mee module, die we ook gebruikt hebben voor de enquêtering van de Koopzondag in Twenterand. Dus we hebben gezocht naar een tweetal partijen die dat voor ons zouden kunnen faciliteren. Daar zijn we overigens nu nog mee in gesprek. We zullen daar dus een bedrijf bij halen die ons dat kan
voorbereiden en via Ik Praat Mee ook de consultatie doet. Dat doen we niet vanuit het gemeentehuis, dat doen we bewust apart, zodat we ook de respondentie die eruit komt en de verslaglegging daarvan kunnen gebruiken als input voor de profielschets. De profielschets dient ook wettelijk aan een aantal voorwaarden te voldoen, die zullen we ook volgen. Dus het kan niet zo zijn dat alleen datgene wat uit de enquêtes komt de profielschets maakt, maar we hebben wel tegen elkaar gezegd als commissie, want het is one man, one vote. Hè? Dus we moeten het als team doen voor de burgemeester van het Venterland. Dus we hebben daarin een gemeenschappelijk belang. Hè? Dat heb ik ook aan de commissie gevraagd, dat we ons op die manier willen voorbereiden op die zoektocht. Dat we een tweetal dingen wel doen, dat hebben we afgelopen week ook denk ik nog heel goed even met elkaar bediscussieerd. Datgene wat inwoners en verenigingen via X-Praat Mee inbrengen, kan wel eens iets anders zijn dan bedrijven. Dus we vragen dus een twee sporen van het bedrijf. We willen graag de nieuwe burgemeester laten zien wat de inwoners en maatschappelijk middenveld wil. En we willen de nieuwe burgemeester in de profielschets laten zien hoe de bedrijven hebben gereageerd. Dat kan wel verschillend zijn. Dat is belangrijk, omdat bepaalde elementen voor met name een burgemeester van Twenterand op het economisch vlak vanuit de posities in ondernemers naar kijken best belangrijk is gebleken in de afgelopen jaren, is ook mijn ervaring. Dus ik hecht er ook aan dat we daar eigenlijk twee verslagleggen van krijgen. En dat hebben we ook gevraagd en daar zijn we ook akkoord met elkaar. Dus daar komt ook een duidelijke deling in. Ja. Okay, nou. En die landen dan vervolgens in de profielschets. Ja, ja. Maar goed, we hebben nou wel een opzet gemaakt met elkaar over de inbreng voor de profielschets. Ik heb nog eens een keer gekeken wat we tien jaar geleden nog gedaan hebben. Daar zijn wel elementen in vernieuwd, want ook via het model wat daarvoor gepubliceerd wordt, wordt aangegeven van zo zou je dat kunnen opbouwen. Maar ook de commissieleden, die moeten ook nadenken, individueel, hoe willen wij nou elementen toekennen aan die profielschets van onze nieuwe burgemeester. Ook daar is een stappenplan voor voorbereid en ook de individuele vertrouwenscommissieleden hebben en ik ook dezelfde matrix ingevuld en zeggen van nou, komt dat dan straks bij elkaar? Ja, ja. We leggen een aantal modellen op elkaar om zeker te weten dat we dezelfde uitgangspunten hebben. Drie sporen hanteren. Komen, dat was ik jou begrepen. Ja. Je gaat met de inwoners en het maatschappelijk middenveld praten. Ja. Je gaat de inbreng, je gaat de ondernemers erbij betrekken. Ja. En de vertrouwenscommissie komt met haar voorkeuren. Ja. En het hoeft wat jou betreft geen ChristenUnie-burgemeester te zijn? Nee, er hoeft zeker geen ChristenUnie-burgemeester te zijn. Ik vind dat een burgemeester uiteindelijk, ook al is hij of zij partijloos, datgene moet leveren waar Twenterand dat met behoefte aan heeft. En het maakt mij niet uit van welke partij die is, en dat meen ik oprecht. Hij moet een kundige bestuurder zijn en het moet iemand zijn die Twenterand heel goed aanvoelt. Dat is hij of zij, hè? Dat is belangrijker, hij of zij, dan dat, welke kleur hij of zij van is. Maar ja. hij of zij zal zich wel moeten voegen binnen de profielschets aan degene wat de vertrouwenscommissie daarvan vindt. Maar nogmaals, ik zeg vooral niet dat een ChristenUnie-burgemeester moet. Het zou ook slecht zijn, hè, als ik dat zou zeggen als voorzitter van een commissie die op zoek gaat naar een burgemeester. Dat ga ik ook niet doen. Nee, ik heb wel tegen de partij gezet dat ze goed moeten nadenken hoe ze hun eigen partij op lijn zetten. Dat geldt voor de landelijk georganiseerde partij. Die hebben daar commissies voor. Dat geldt ook voor de mijnen. En ik heb ze wel op voorhand aangegeven dat ze hun huiswerk op voorhand voor en met de profielschets goed moeten doen. Om zeker te weten dat degene die uit de partijen dan solliciteren, zeker passen in het profiel. En dat ze daar ook wat lobbywerk voor moeten doen. Marcus, heeft Twenterand voor het eind van het jaar een nieuwe burgemeester? Nou, als ik kijk met de vakantie ertussen, dat het lastig wordt. Ja, alles kan, maar dan, ik denk niet dat ik de boel onnodig onder druk moet zetten. Nee, we willen gewoon een goede burgemeester. In de burgemeester. City kan het ook niet, hoor. In de city, in die voorstad kan het niet. Dat zou ook gewoon niet kunnen redden, ook vanwege de politieke dingen die we met elkaar moeten doen. We moeten ook gesprekken plaatsvinden. Hè? De burgemeester en de commissaris moet ook de gesprekken voeren. Dus ja, als ik nu kijk naar een normale cycli, dan moeten we eerlijk zijn. Dan wordt het begin 2020. Ja, ja. Oké. Okay. En voor de huidige burgemeester, Annelies van der Kolk, is dat geen probleem? Geen enkel probleem. Ze wil graag aanblijven totdat er een nieuwe burgemeester benoemd is. Ze zegt altijd, ik blijf zolang ik nodig ben. Ja, duidelijk. Ik wil nog even met jullie kort, want het is al 8:08. Even over de koopzondag. Dat werd ook net even naar voren gebracht. Dat gaat nu ook. Komen. Mm-hmm. Ik las een voorstel, of in ieder geval een voorloper voor een collegevoorstel, waarbij het mogelijk is dat er per kern een koopzondagreglement gemaakt wordt.
zodat bijvoorbeeld in Vroomshoop, ik noem maar even een voorbeeld, wel een aantal koopstanddagen door de gemeente geaccordeerd worden, maar in Vriezenveen bijvoorbeeld niet. Mm-hmm. Nu vroeg ik mij af, kan dat wettelijk wel? Want je gaat wel een beetje discrimineren. Als ik ondernemer zou zijn in Vriezenveen, mm-hmm, en ik ben van die 23% die wel voorstander was voor koopzondag, ja, dan mag ik op zondag niet open. Of ik moet supermarkt zijn, maar dan mag ik met mijn bedrijf niet open. Als ik in Vroomshoof gevestigd was, mag ik dat wel. Mm-hmm. Ik weet niet of daar jurisprudentie over is. Want binnen een gemeente sectoren aanwijzen waarin je dus wel op zondag open moet en niet. Ik weet het niet. Hebben jullie dat... Heb je dat nagekeken? Nee, alles, ik ken trouwens het stuk niet. Laat ik daarmee beginnen. Ik weet ook niet waar je het gelezen hebt. Ik heb dat nog niet gezien. Maakt me in die zin ook niet zoveel uit. De vraagstelling is voor mij wel duidelijk. In de APV kun je alles met elkaar regelen. En je kunt zelfs een bepaald gebied inregelen waar dingen wel en niet mogen. Nee, maar dat kan je regelen. Maar nou gaat men naar de rechter. Ja? En dan zegt men, ja, ik voel me gediscrimineerd. Ja, nou, goed. En daarover is ook wel jurisprudentie over. Althans, niet over zich gediscrimineerd voelen. De vraag is, is er onderhavige activiteit? En hoeveel belang hecht de rechter eraan dat die onderneming, SEC, dat vraagt in het grote geheel? Ook een rechter kijkt ook naar wat is het algemeen belang. En ik heb de uitspraak van die rechtspraak niet. Ik heb alleen gezien dat er in ieder geval een keer een rechtszaak van gemaakt is. En ook niet meer dan dat. Maakt mij op dit moment ook niet zo heel veel uit, moet ik zeggen. Ik vind dat het college moet een juridisch houdbaar voorstel doen. Ja. En als dat een niet juridisch houdbaar voorstel is en het komt naar de raad en we moeten dan over discussiëren, dan hebben we wel een probleem met het stuk. Okay. Ja, het viel mij zo op. Maar ik heb het niet gelezen, oprecht niet. Zeg me niks. Ik heb alleen de uitkomst van de enquête gelezen. En ik vind dat er ontzettend goed gereageerd is en dat er heel veel respondenties is geweest. En verrast mij die enquête? Nee, die verrast mij eigenlijk niet. Nee. De uitkomst is wat mij betreft wel voorspelbaar. Ja. En nog, ik heb er ook geen enkel probleem mee hoor, met datgene wat er uit de enquête is gekomen. We moeten alleen kijken hoe we dat goed kunnen laten landen en verstandig mee omgaan. Okay. Kijk, die winkeltijdenverordening is gewijzigd 2 jaar geleden. Waarom? Ja. Om juist die couleur lokaal, ik heb het al eens genoemd, hè, die verschillende kleuren in de kern, om dat gewoon mogelijk te maken. Ja. Alleen, wij vinden wel, en dat zie je ook in steeds meer gemeenten gebeuren, de gemeenten die hebben zoiets van, laat ze dat zelf maar beslissen. Dat we niet elke keer weer erover moeten hebben. Maar als je het nu per sectoren gaat regelen, hou je dat natuurlijk wel in stand. Want er komt best een keer een ondernemer die zegt, ja, ik zit toevallig in de verkeerde sector, maar ik wil op zondag open. Mm-hmm. Die discussie blijf je maar dan. Maar het gaat niet eens om een sector, denk ik. Een sector kun je wel regelen, maar je kunt ook gewoon zeggen, verkoop zondagen, daar valt gewoon alles onder. Ja. En that's it. En dus ook de supermarkten mogen dan niet meer dan die 4 of 6 wat vanuit Vroom's Open bijvoorbeeld eraan geven. Ja. Open. Ja. Maar je kunt bepalen van, nou weet je wat, we gaan voor de supermarkt elke week. Dat kan. Maar ik heb niet het idee dat daar nou zo'n meerderheid voor is. Maar goed, hoewel de supermarkten vaak van bovenaf, vanuit de organisatie, wel gepoest worden om op zondag open te zijn. Hè? Ja. We hebben ook een artikel gelezen bijvoorbeeld over Leuwik. Hè? Die heeft wel belangrijk bij een paasje, ook maar 1 of 2 keer in een jaar, verder niet. Dan moeten ze het daar met elkaar over hebben. Ja, okay. Ik mag dat rustig zeggen, denk ik. Als ondernemer daar naar kijk, dan moet je ook een benchmark maken en ook even rekenen wat je businessmodel en heeft zo'n dag. Wanneer heeft zo'n dag nou werkelijk zin? Kijk, zo'n Leuwik, die heeft geen belang bij veel koopzondagen. Die heeft wel belang bij een aantal gerichte dagen vanwege de markt waarin die zit. Ja. Maar daar moeten ze vooral aan rekenen, want daar gaan de kosten mee gemoeid. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een aantal zaterdagen. Hè? En dan kijk ik naar mijn eigen business en die heb ik al jaren open. Maar ik moet langzamerhand eens nadenken wat we daarmee doen. Want er zit door het internet zit wat verschuiving in. Als die zaterdagen mij geen geld opleveren als onderneming, dan moet ik daar zelfs een beslissing over nemen. Dat is altijd heb ik hem als service nou open of heb ik hem nou open om geld te verdienen? En dat geldt voor die winkels, of hebben we die detail en die supermarkt precies zo. Ja. Dus maar je ziet al dat ze vaak van 4 uur zaterdag al naar 12 uur gaan. Ja. Dat we in de ochtend al doen, dat is wel een beweging natuurlijk. Goed. Er zit schot in de zaak. Toevallig weet ik dat ondernemend Vrooms Hoop wel hoopt dat ze die 4 tot 6 koopzondagen mogen gaan, open mogen gaan. Mm-hmm. En gezien de enquête is daar ook draagvlak voor. Ja, maar dan zeg ik, die enquête, die uitkomst, die is prima. En die verrast me ook niks. Ja. Nee. Heren, het is bijna 7:15.
Ik dank jullie weer voor de komst naar dit programma. We hebben het goed volgesproken. Ja. We hebben niet alles kunnen behandelen. Maar ja, er moet ook wat overblijven voor een volgende keer. Nog even kijken eens de gemeentelijke berichtgeving. Ook daar is het een beetje kwakkeltijd. Want er zijn maar twee aankondigingen die ik namens de gemeente met u gevraagd is om te delen. En één is dubbel, want ik heb dat 2 weken geleden ook al gedaan. Dat is de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Is toch een groot probleem. Want nu is er ook weer iets wat de mezen weer... Buxusmot. Ja. Oh, die mezen bedoel je die vergif wat ze innemen? Ja. En dan een mezensterfte, dat klopt. Ja. Buxusmot, ja. Nou goed, als u daar... meer informatie wenst over de manier van bestrijden, want u kunt er ook last van hebben in uw eigen tuin. www.twenterand.nl/eikenprocessierups. Ja, eigenlijk logisch. Logisch, hè? Ja. Maar ook naar de www.ggdregio20.nl. Allemaal over de eikenprocessierups. En het laatste onderdeel, het tweede, openbare raadsvergadering 21 mei 2019. Een bijzondere raadsvergadering. Niet alleen omdat er 2 of 3 moties vreemd aan de orde komen. Maar we nemen ook afscheid van een raadslid. Die vanaf 2010, dacht ik, in de raad zitting heeft. Of 2014? 14. Oké, okay, sorry. Nee. Ja, nee, de vorige coalitiebureau is gewoon. Ja, 14. Ja, moest hem denken. 14, ja. De voorzitter in de provincie. Het leek mij wel 8 jaar dat ik met hem samengewerkt heb. Heb je met hem samengewerkt dan? Nee, dat was een collega raadslid. Nee. Als het lang lijkt, dan zeg maar. Nee, even een grapje. Hij neemt afscheid, Henk Kerkdijk, daar hebben we het over. En Rosita Uitslag van Riggelen wordt benoemd of beëdigd als raadslid. En we kunnen grapjes maken over Henk. Maar het was wel een raadslid die... in de meeste gevallen wist waar hij het over had. Zeker. En zijn dossierkennis was altijd goed. En ondanks alles wens ik hem uiteraard veel succes bij wat hij verder gaat doen. En ik hoop dat hij dinsdagavond nog even bij mij voor de camera komt. Dat is de raadsvergadering 21 mei. Dan de vorige uitzending, en dat was ik vergeten... En dat moet ik dan nu even recht breien. De heren van de techniek, ik bedank ze elke uitzending. Want zonder deze heren kunnen wij hier wel gaan zitten praten. En dan is het nog steeds gezellig, maar dan krijgen de anderen er niks van mee. En wij houden van openheid, geen achterkamertjes. En iedereen mag weten waar wij het over hebben. Dus ik wil bedanken Rogier, Henry... Pascal en Marvin weer voor de technische ondersteuning. En volgens het schema zou onze volgende uitzending plaatsvinden op donderdagavond 30 mei. En bij het opstellen van mijn schema heb ik geen rekening mee gehouden dat het dan Hemelvaartdag is. En er is even gesproken om dan het programma van tevoren op te nemen. Ik vind dat niet spannend. Ik hou van live uitzendingen. Dat is veel leuker. En daar kan je ook niet achteraf knippen. Nee. En dat moeten we ook niet willen. Dus wij hebben besloten in overleg met mijn gasten van die avond. Erik Veldmeijer en Jan Kuilder. Om de uitzending van 30 mei te verplaatsen naar 13 juni. Dus u ziet mij eventjes 4 weken niet met dit programma. Kunt u ook rustig even tot rust komen. En dan zie ik u graag weer 13 juni. Maar dinsdagavond 21 mei, dan hoop ik u weer te zien achter uw toestel en weer naar Delta TV. Alles is politiek. Maar politiek is echt niet alles. Toch hebben we er ook nu weer... een programma van dik een uur over kunnen maken. En ik heb echt nog wel een paar andere onderwerpen op papier staan... waar we niet aan toe zijn gekomen. Ik heb in mijn beleving er wel een aantal met jullie besproken.
Ik dank jullie voor de openhartigheid. Altijd een genoegen om jullie aan tafel te hebben. En ik zie u, kijkers, graag weer terug op 13 juni met Erik Veldmeijer en Jan Kelder. Ik wens u nog, namens mijn twee gasten, een hele goede avond.